Hoi, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik laat je vandaag zien hoe je deze prachtige virus sjaal kunt maken. Dit is een driehoek sjaal, dus hij heeft drie punten. En je kunt hem dus prachtig als omslagdoek gebruiken. Ik heb hem in dit patroon gebruikt met de Katja Rainbow Top. Prachtig verloopgaren. En hij is enorm groot geworden zoals je ziet. Maar daar vertel ik je meer over in mijn volgende podcast. In dit voorbeeld haak ik hem vandaag met scheepjes colorcraften in de kleur Veenendaal. En dat is een beetje, ja, een zandkleur wil ik het noemen. Zoals je ziet. Mijn wol spint weg. Ik haak hem met haaknaald 4,5 en zelf persoonlijk vind ik dit een prachtige omslagdoek om met dun garen te gebruiken. Maar je moet natuurlijk doen wat jouw voorkeur heeft. Sorry als het beeld een beetje wiebelt, maar ik zit hier naast de tafelpoot, dus af en toe stoot ik er per ongeluk tegenaan. We beginnen met een magische cirkel. Sommigen beginnen ook met 10 lossen, maar ik vind dit fijner. Zo. Ik zal nog een filmpje plaatsen van hoe ik een magische cirkel maak, mocht je dat nog niet weten. Dan hebben we een stokje nodig, dus gaan we 3 lossen omhoog. 1, 2, 3. Deze telt als jouw eerste stokje. Zoals ik zei, heb ik 10 stokjes nodig, dus ik ga er nog 9 bij maken in dit cirkeltje. Dan is dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste 10. Tel dit even na. Dit haakpatroon bestaat uit 4 herhaalrondes. Maar je moet blijven tellen. Dus als je hem door hebt, heel erg makkelijk en je hebt een prachtig resultaat. Maar blijf je niet tellen, ga je al snel de mist in. Dus je moet er nu 10 hebben. Die beginlossen, die tellen als eerste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat klopt. Dan trek ik mijn staartje dicht. Sommigen doen dat op het eind. Ik vind het mooi om meteen resultaat te zien. Dus ik trek hem nu al dicht. Niet te strak dat hij gaat trekken. En dan is dit wat je al hebt. Je eerste waaiertje. Goed. Dan gaan we 3 lossen omhoog. Dat is weer een stokje. 1, 2 en 3. Dan keer je je werk. Dus je flapt het om. En nu is de bedoeling dat elk stokje 2 stokjes gaat krijgen. Dit is dus je eerste beginstokje al. Dan maak je hierin, in deze steek, dat gaatje, maak je nog een stokje, zodat hij er 2 heeft. 2. De volgende krijgt ook 2 stokjes. 1. En 2. Eén. En 2. Dit doe je het hele boogje lang. En dit komt straks verder niet weer in het patroon terug. Dus het is nog geen begin, zeg maar, van herhaalrondes. Dit is echt de basis nog. 2, 1 en 2. Ik zal even mijn armen van de tafel halen, anders dan worden jullie zeeziek van het geschut. En
2. Oh, wou ik bijna een derde erbij in doen, dat is niet nodig. 1 en 2. 1 en 2. Even wat wol pakken. Ideaal die scheepjes draaimolen. 1 en 2. En dan als het goed is, moet je hier de derde losse opzoeken. Die zit een beetje verstopt. Dat hele minuscule gaatje. Hier heb je de eerste, tweede en dan is dit de derde. En daar doe je er ook nog 2 in. Want dat is ook gewoon, ja, een stokje. Dat is altijd even, ik trek die vrij strak altijd aan. Dus even geklungel om je haaknaald door te krijgen. Maar dat gaat wel lukken. En 2. Als het goed is, heb je nou 20 stokjes. Tel ze even. Dan doe ik dat ook. Ik heb de 20. Ik heb eventjes het staartje hier waar we net aan hebben getrokken weer iets losser gemaakt. Omdat hij maar anders iets te bol gaat lopen. En dat heb je niet als je begint met lossen. Uit mijn hoofd begin je dan met 5 lossen volgens mij. Maar dat weet ik niet. Ik doe het gewoon zo. Goed, haaknaald er weer in. En dan gaan we verder. En dit is eigenlijk de eerste herhaalronde waar we nu aan gaan beginnen. We maken 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Die 3 die staan voor een stokje en die 4e die is een losse. Want we gaan in elke steek gaan we een stokje en een losse maken. Dus hier heb je je eerste stokje en een losse al. Gaan we naar de volgende steek. Dit is dus deze, die sla je over en gaat naar deze. En dan maak je een stokje en een losse. Volgende steek krijgt ook een stokje en een losse. Stokje en een losse. Stokje. En een losse. Dit gaan we de hele toer lang doen. Dus ik haak hem even verder. Als jij dat ook doet, zie ik je zo hier weer. Als je dat dan gedaan hebt, dan ziet je haakwerkje er zo uit. Vergeet die stokje op het allerlaatste niet. Die een beetje verborgen zit hier, van die losse rij. Daar doe je geen losse achteraan. Maar die heeft wel een stokje nodig. Het volgende wat we dan gaan doen is 10 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keer je je werk weer om. En die gaan we vastzetten in het tweede gaatje. Dus hier heb je een gaatje die sla je over. En je maakt hem met een vaste. Vast in het tweede hokje. Krijg je dit. En bij deze toer is het zo dat we aan allebei de uiteinden elke keer zorgen dat we een grote ronde hebben. En tussendoor komen kleine rondes. Dat zul je zo zien. In het midden gaan we elke keer 2 grote rondes maken. Voor de grotere waaiers. Maar dat zul je zo zien. Vervolgens gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3 en 4. Slaat weer een hokje over en je gaat weer verder in het volgende hokje. Dat doen we steeds. We slaan steeds een hokje over. Dus 1, 2, 3 en 4 lossen. Slaat weer een hokje over. En je maakt in het volgende hokje weer een vaste. Zet ze steeds vast met een vaste. 1, 2, 3, 4 lossen. Slaat een hokje over en je zet hem vast met een vaste. Dan heb je dus al 4 boogjes. Een grote en 3 kleintjes.
Maar nu zijn we dus in het midden beland en hebben we twee grote bogen nodig. Nou, dat gaat ook gewoon weer heel simpel. Als mijn draad even mee wil werken tenminste. We gaan 7 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slaat 1 hokje over. Maakt een vaste in de volgende. Maar we hadden er 2 nodig zoals ik zei. Dus dat gaan we nog een keer doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slaat een hokje over. En haakt hem in de volgende vast met een vaste. Heb je dit. Gaan we nog 3 van die kleine rondjes maken. En een grote ronde hier. Nou, die kleine rondjes die maakten we door 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En daarachteraan een vaste in het volgende vakje te maken. Weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En een vaste in het volgende vakje. Weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En een vaste in je volgende vakje. Even weer wat draad bijpakken. Want, oh, kijk eens jongens. Ik heb een hele knoop. Even eruit halen. De knoop er weer uitgefriemeld. Nu zijn we weer op het eind. En zoals ik al zei, moet die een grote boog hebben. Nu hebben we net 10 lossen gedaan, maar dat gaan we hier niet doen. Wat we hier gaan doen is 3 lossen maken. We maken 7 lossen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus 7 lossen. Maar we kunnen hier natuurlijk geen vakje meer overslaan. Nu slaan we dit vakje zelf wel over. Maar zoeken we de 3e lossen op van die we net hebben gemaakt. Van de losserij. Dus 1, 2, 3. Dan heb ik hier dat gaatje. En daar maak ik een stokje in. Zodat je uiteindelijk weer 10 steken hebt. En dan heb je nu dit. Ziet er een beetje gekkig uit. Maar dit is de basis voor de waaiers. Die we zo gaan maken. Valt mee tot nu toe, hè? Niet zo ingewikkeld. Nou, gaan we weer verder. De grote rondes, zoals die als die 2 hier onderaan, krijgen elke keer 10 stokjes. Dus we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. We keren het werk. En dat is dus al je eerste stokje. Nou, moeten de 10 in de grote bogen, dus betekent dat er nog 9 bij moeten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus met deze erbij heb je dan 10 stokjes. Blijf ze elke keer goed tellen. Het volgende wat we gaan doen, zetten ze elke keer vast in deze boogjes met weer een boogje ertussen. Dus we maken een vaste in het boogje zelf. Er komt geen losse of zo tussen, gewoon een vaste erin. Maken we weer 4 lossen voor het boogje. Dus 1, 2, 3 en 4 zetten we weer vast in het volgende boogje. We hebben nog een boogje over, dus weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4 en we zetten hem weer vast in het kleine boogje. Komen we bij de 2 grote bogen aan. En daar moeten er weer 10 in.
Ik pak weer even wat draad bij. En we gaan gewoon 10 stokjes in de grote boog maken. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Tel ze even naar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat klopt. Ik pak weer even wat draad bij. En dan doen we hetzelfde in dit boogje. Doen er niks tussen. Dus gewoon weer beginnen met een stokje. Maar dan in het volgende boogje. Ook die moeten we weer 10 hebben. Dus maak je 10 stokjes in. Zie ik je daarna terug. Nou, ik heb ook hier weer 10 stokjes dus ingemaakt. Die gaan we weer dezelfde manier vastzetten als daarnet. Dus in het kleine boogje maak je een vaste. Maak je weer 4 losse voor een nieuw boogje. 1, 2, 3, 4. En je zet hem weer vast in het volgende boogje. Doen we weer hetzelfde. 1, 2, 3, 4. En je zet hem weer vast in het volgende boogje. Zijn we weer bij die grote gekomen, daar ga je weer 10 stokjes in maken. Zie ik je daarna weer. Als je dat gedaan hebt, dan ziet hem er zo uit. Prachtig. Ik zit even te kijken, de volgende keer zal ik er een extra lamp op zetten, zodat jullie wat meer de structuur erin kunnen zien. Nu gaan we op elk stokje 1 stokje maken. En die boogjes weer. Wat we gaan doen is weer beginnen met 3 losse. 2, 3. Keer je het werk weer. Deze sla je weer over, hè, want dat is het stokje al. En je gaat naar de volgende. En die krijgt een stokje. Dit is dus al 2. Volgende ook een stokje, 3. Volgende ook weer, 4. En zo ga je door tot je dit 10 hebt, 5, 6, 7, 8, 9. En de laatste, even weer draad hebben. Oh, moet je niet mijn draad op gaan slurpen. Zo. En de laatste waar we mee bezig. Dat is 10. Die zetten we wederom vast in zo'n losse boogje met een vaste. Gaan we weer voor een boogje 4 losse maken. 1, 2, 3, 4. En die zetten we weer vast met een vaste in het volgende boogje. Dan zijn we bij de grote waaierronde. En hier gaat steeds meer tijd tussen zitten. Hoe groter die wordt, hoe meer stokjes en boogjes moet maken voordat je weer bij deze ronde bent. Maar dat wijst voor zich. De grote waaier, die krijgt ook weer 10 stokjes. Nou ja, eigenlijk in principe 20. Want je pakt al deze stokjes, daar zet je een stokje op. Dus je gaat gewoon draad omslaan naar het eerste stokje. Uitkijken, want dit is dus een vaste van de vorige rij. Die sla je over, maar je gaat echt naar het stokje, naar die steek. Hier het stokje en dan ga je hierin. Daar maak je weer een stokje op. En de volgende ook. 2. 3, 4, 5, 6, 7,
Nou, ik heb even ruzie met die wolafbinder. Slokte de hele tijd mijn draad op. Ik was bij 8. 9. En 10. Dat was dus die van de eerste grote waaier. Maar daaraan vast zit er nog één. Dus daar ga je gewoon vrolijk in verder. Weer 10 stuks. 1. Nou, fijn. Ik zie je zo op het einde als je het laatste stokje een stokje hebt gegeven. Dus er weer 10 hebt gemaakt. En in totaal hier dus 20 stokjes hebt. Ik heb dat gedaan. De laatste zit hier weer. Dus niet in die vaste. Maar het laatste stokje. Deze gaan we ook weer vastzetten in het losse boogje wat we net hebben gemaakt met een vaste. Gaan we hier 4 losse maken voor het boogje. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. En die zetten we weer vast in het volgende losse boogje met een vaste. Zo. Krijgen we weer de stokjes door. Dus deze sla je over. En je gaat naar het eerste stokje, daar zet je weer een stokje op. En dat doe je dus weer 10 keer. Hier op het eind zit hij weer een beetje verstopt. Dat is weer die 3 losse lijn. En daar ga je in de derde een stokje maken. Als je dat hebt gedaan, zie je mij terug. Goed, als het goed is, ziet de jouwe er gelijk aan de mijne uit. Het volgende wat we weer gaan doen is weer de stokjes met een losse de tussenrij. Dus we maken weer 4 lossen als stokje en een losse. 1, 2, 3, 4. Keert je werk weer om. Je slaat deze weer over, hè, want daar heb je deze al als stokje voor. En je maakt een stokje in de volgende met een losse. Stokje en een losse. Stokje en een losse. Stokje en een losse. Nou, dit doe je dus ook weer erom je 10 keer. En dan kom ik hier bij mijn laatste stokje, want dit is die vaste, dus die doen we niet. Hier heb ik mijn laatste stokje. Ik heb net een stokje en een losse gedaan. En daar maak ik weer een stokje in. Even denken. Ik moest weer even in mijn eigen shell kijken hoe dat ook alweer zat. Maar inderdaad, een stokje en geen losse er dus op. Deze doen we niks meer mee. Dit is de laatste boogje, de tussen, die kleine boogjes, gaan we niks mee doen. We maken gewoon weer een stokje, sla die vaste hier weer over van het boogje en ga naar het volgende stokje. En dan maak je weer een stokje en een losse in. Dat ga je weer heel de boog lang doen en we zijn nu dus bij de grote boog al. Wat ik al zei, het gaat steeds langer duren. Maar deze boog krijgt helemaal een stokje en een losse. Als je dat hebt gedaan, het laatste stokje krijgt geen losse erachteraan. Dus gewoon een stokje en dan zie ik je daar weer. Ik heb dus net mijn laatste stokje erin gemaakt. Deze dus niet. Geen losse erachteraan. Maken gewoon meteen weer een stokje in het volgende stokje van de boog. Dus deze vaste slaan we weer over van het boogje. En we maken weer een stokje op het stokje. En ook die krijgt weer 10 stokjes en een losse erachteraan. Op het eind doe je geen losse erachteraan. Maar in dit boogje zit bij de derde weer het laatste stokje. Dus daar maak je weer een stokje in. En dan zie je mij wederom terug. Zo, hij begint al flink te groeien.
Ik heb hier dus op het laatst geen lossen meer bij gedaan. Gewoon een stokje lossen en een stokje. Nu gaan we weer beginnen met de herhaalrij van de boogjes maken. Ik ga deze herhaalrijen nog één keer met jullie doornemen. En dan denk ik dat je het wel moet lukken. Als je het niet meer weet, kun je natuurlijk terugspoelen. En dan kom je er ook wel uit. Als je verder nog vragen hebt, dan kun je altijd op de Facebookpagina van ons terecht. En dan die zet ik hier altijd onder in de beschrijving. Goed, dan gaan we weer 10 lossen maken voor een groot boogje. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keer je het werk weer. Slaat het eerste vakje over, gaat naar het tweede vakje en dan zet je hem weer vast met een vaste. Heb je weer zo'n grote lus. Dan deden we 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Slaat het eerste vakje over, zet hem weer vast in de volgende vaste. 1, 2, 3, 4. Slaat een vakje over. Zet hem vast in het volgende vakje. En dat doen we nog één keer. 1, 2, 3, 4. Slaat een vakje over. Zet hem weer vast in de volgende vaste. Wat we nu gaan doen, dat is wat je steeds meer gaat doen. Zoals ik net al vertelde, krijg je natuurlijk steeds meer kleine vakjes en grotere vakjes. Hoe groter de sjaal wordt. Je bent hier nou bij dat tussenstukje waar we net geen lossen tussen hebben gedaan, maar 2 stokjes. Dat wordt een groot boogje. Van 7. Alleen op de zijkanten gebruik je eigenlijk 10 steken. Dus we gaan 7 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En die maak je vast. Kijk, we hebben net zeg maar hier die losse overgeslagen en dan 2 stokjes hier gemaakt. Dus je hebt hier het boogje en dan de 2 stokjes. Je slaat dit vakje dus over. Je slaat dit vakje over en je slaat dit vakje over. Dus deze 3 gebruik je steeds niet. Je gaat naar het volgende vakje, dus het tweede vakje zeg maar hier. En daar zet je hem weer vast met een vaste. Zo. Dan ga je weer 4 losse haken. Sorry als beeld schudt, maar ik moet even mijn arm neerleggen. Want ik krijg kramp in mijn schouders. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. En je zet hem vast in niet dit vakje, maar het volgende vakje. 1, 2, 3, 4. Slaat een vakje over, vastmaken in het volgende vakje. Zit te kijken, kom er goed uit? Ja, klopt. 1, 2, 3, 4. Slaat het vakje over, zet hem vast in het volgende vakje. Dan ben je weer op het midden van het sjaal. Je doet elke keer 3 kleine boogjes, grote boog, 3 kleine boogjes. Dat moet je onthouden. Dus 3 kleintjes, dan is weer tijd voor een grote. 3 kleintjes. En nu zijn we op het midden. En dat is de enige plek waar je steeds 2 grote boogjes achter elkaar gaat maken. Alleen in het midden. Dus, dan gaan we weer 7 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Even weer de draad bijpakken. En die zet je vast hier op dezelfde manier, dus je slaat een vakje over en zet hem vast in het volgende vakje. Maar omdat we in het midden zijn, moeten we 7 grote bogen hebben, of 7, 2 grote bogen van 7 lossen. Dus we maken weer 7 lossen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En we zetten hem weer vast in het tweede vakje, dus deze slaan we weer over en we zet hem weer in de volgende vast. Dan zijn we weer toe
aan de boog drie boogjes van vier los te maken. 1, 2, 3, 4. Slaat een vakje over, vast in de volgende. 1, 2, 3, 4. Slaat een vakje over, vast in de volgende. 1, 2, 3, 4. Slaat een vakje over, vast in de volgende. Nou, dan zie je dat je weer drie kleine boogjes hebt gemaakt. En dan ben je weer bij zo'n tussenstukje waar weer een grote boog van 7 op moet. Nou, dan sloegen we deze over, deze ook en die ook. En maken we daar weer straks een vast in. Dus 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slaan die drie vakjes over. En zetten we je vast in de volgende. Gaan we weer drie kleintjes maken. 1, 2, 3, 4. Vast, of vakje overslaan, vast in de volgende. 1, 2, 3, 4. Vakje overslaan, vast in de volgende. 1, 2, 3, 4. Vakje overslaan, vast in de volgende. En dan hebben we weer drie kleine boogjes gemaakt. Dus dat betekent dat we weer een groot boogje moeten maken. En in dit geval, omdat we de sjaal nog niet heel ver hebben, moeten we dus weer al nu alweer een 10 losse rij hebben. Hoe deden we dat ook alweer? 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan een stokje maken in de derde losse van net. 1, 2, 3. Die zit bij mij hier zo. Stokje. In die steek. Waardoor je eigenlijk weer 10 steken hebt. Een stokje staat altijd voor 3 lossen, zeg maar. En je hebt er al 7 gemaakt, dus heb je er in totaal weer 10. Hij past al bijna niet meer in beeld. Zo. Dus dit wat je nu hebt. Nou, dan kun je heel simpel kijken. Hier heb je net die bogenlijn gehad. Wat deden we daar? Stokjes opmaken. 10 stuks. Dus dat gaan we nu ook weer doen. En zo kun je elke keer bij je eigen rijen afspieken. Dus 1, 2, 3. Slaat je werk over. Deze staat weer als eerste stokje, dus moeten er nog 9 bij. Grote boog, elke keer 10 stokjes. Ga ik even doen, kom ik weer bij je terug. Ik heb weer 10 stokjes gemaakt en die zetten we weer vast in het kleine boogje met een vaste. Maken we weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Om weer zo'n lusje te creëren, zet je weer vast in het volgende lusje. In de losse lijn eigenlijk. Hè. Dan maak je weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Zet hem weer vast in het volgende rijtje. En dan ben je weer bij zo'n grote boog. En dit ga je dus steeds vaker krijgen. Naarmate je sjaal groeit. En hier ga je weer 10 stokjes in maken. Dus gewoon. Hopsakee. En dan maak je er 10 stuks. Zie ik je zo weer. Ik heb er weer 10 gemaakt. Voor deze rij doe ik nou nog even dit rijtje. En dan weten jullie denk ik wel. Dat je hebt die boog weer gemaakt. Dus zet je hem weer vast in zo'n losse lijntje. Een vaste. 4 lossen. 2, 3, 4. Zet hem weer vast in zo'n boogje. Draad hebben. Eigenlijk moet ik gewoon iemand hebben die elke keer draad bij me neerlegt. 1, 2, 3, 4. Zet hem weer vast. En dan ben je weer bij die grote. En die krijg je dus weer allebei 10. Je maakt er hier 10 in. En je maakt er hier 10 in. Zet je hem weer vast. Met een vaste. Maak er weer 4.
Zet hem weer vast met de vaste. Maak weer een losse lijn van 4. Zet hem weer vast met de vaste. Kom je weer bij die 7 losse lijn. Daar maak je er weer 10 in. En zo ga je verder. Ook hier weer gewoon 10 in. Zie ik je als je dat hebt gedaan terug. Goed, ik ben weer rond. Dan krijg je weer de rij met de stokjes en de boog of de losse ertussen. Zeg dat goed? Nee. Elk stokje krijgt weer een stokje. Dus dat gaan we nou doen. Kijk, heb ik dat goed? Ja, dat heb ik goed. 4 los of 3 lossen. 1, 2, 3. Keertje werk. Deze sla je weer over. En je gaat weer verder in die. En dat weer 10 keer. Zie je me zo weer. Ik denk dat ik dit helemaal niet nog een keer allemaal hoef te laten zien. Ik ga je nog weer een keer vertellen wat je moet. En dan kun je zo terugspoelen als je er niet uitkomt. Je gaat hier dus overal weer stokjes op maken. Eindigt bij dit stokje. Uitkijken, want dit is de vaste, dat je die niet mee haakt. Je maakt een vaste in het boogje. Je maakt weer 4 losse, vaste in het boogje. En je maakt weer stokjes. Vast in een boogje, 4 losse stokjes. Gewoon weer allemaal vast in het boogje. Vastmaken, 4 losse vastmaken. Dus dat ga je al door doen. Als je dat gedaan hebt, kom je hier weer op het eind. Maak je 4 losse als stokje en een losse. En dan ga je gewoon weer elk stokje, een stokje en een losse geef, behalve die weer hier op het eind. Want dan heb je nog maar 1 zo'n vakje over. En ga je meteen weer naar het stokje, waar je weer een stokje maakt met de losse. En zo ga je weer door. Als je dat gedaan hebt, ga je dus weer die losse boog maken van 10 losse. Een grote boog maken, 3 kleintjes, grote boog van 7 losse. 3 kleintjes van 4 lossen, 2 grote bogen van 7 lossen, 3 kleintjes van 4 lossen, een grote boog van 7 lossen, 3 kleintjes van 4 lossen en dan weer die 7 lossen en een stokje in het eind. En dat doe je al door lang door, dus je kunt zo zien wat je hebt gedaan. Hier heb je die losse bogen gedaan, daar overheen kwamen die stokjes, dan kreeg ieder stokje weer een stokje. Dan komen die stokjes met de losse ertussen en dan ga je weer naar die losse boog. Heel simpel eigenlijk, als je hem eenmaal door hebt, dan is het echt een feest om aan te haken en je krijgt gewoon een prachtig resultaat. Vooral met lang kleurverloopgaren vind ik het echt prachtig. Goed, als je hem hebt gehaakt, laat dan een foto zien op onze haakpagina. Die link ik hier dus onder in de beschrijving. Dat vind ik altijd leuk om te zien en ik wens je heel veel plezier bij het haken. Als je vaker van dit soort tutorials wilt zien, moet je zeker even abonneren op mijn kanaal, want er komt meer aan. Liefs, doei doei!